Lekker knallen. Als het aan het Arnhemse stadsbestuur ligt, is dit vanaf volgend jaar verleden tijd verboden. De gemeenteraad bespreekt woensdag het plan om het afsteken van consumentenvuurwerk in de ban te doen. Een heel goed idee. In de raad lopen de meningen uiteen. Nou, we vinden het een slecht plan, omdat het niet te handhaven is. En de meeste Arnhemmers willen dit ook heel erg graag. Ook alle veiligheidsdiensten en zeker ook in de zorg vragen ze hier eigenlijk al jaren om landelijk. Dat heeft de politie in Arnhem ook gezegd. Ook onze burgemeester heeft daarvan gezegd dat daar echt wel heel veel moeite mee te hebben. Dus wij vinden dat niet goed. Maar er zijn zoveel mensen die er last van hebben. Neem alleen al de 10.000 longpatiënten in Arnhem die er last van hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de dieren en het afval wat erna overal op straat ligt. En inderdaad, sommige hondenbezitters hebben elk jaar last van het vuurwerk dat afgestoken wordt. Dus het is vanaf nu al, hè, in november, dan beginnen ze af te steken. En mijn honden die worden helemaal gek. Echt? Ik vind het zo zielig voor ze. Ja. Echt waar. Dus u bent voor dat verbod? Ja. Maar de ene hond is de andere niet. Hier op de Geitenkamp hebben de beestjes minder last van het geknal. Meneer, u heeft zelfs 3 honden. Een vuurwerkverbod, dat is wat de gemeente Arnhem wil. Mijn hondjes hebben daar niet zoveel last van eigenlijk. Nee? Nee, mijn hondjes niet. Nee. Alle 3 niet? Nee. Oh. Maar hoe kan dat dan? Wat vindt u ervan, een verbod? Voor mezelf niet zo heel groot probleem, maar ik snap voor de jongens die er eigenlijk al een tijd naar uitkijken aan het einde van het jaar. En vooral de kleine kinderen tot een jaar of 13, 14. Die staan natuurlijk wel te springen om een beetje geld om die rotjes te halen, zeg maar, het einde van het jaar. Ook deze hondenbezitster ziet weinig in het verbieden van de traditie. Het is met oud en nieuw, dus dat moet kunnen. Ja. Het is jammer, want het is, vooral in Nederland hebben we toch een beetje een unieke vuurwerkcultuur. Bij GroenLinks zeggen ze veel dieren hebben er veel last van. Ja, dat zeggen ze, maar als je toch bij de hond blijft of bij het diertje blijft, dan is er niks aan de hand. Het is zonde als het afgeschaft wordt. Nee, dan moet gewoon vuurwerk. Dan wordt uw oud en nieuw verknald? Ja, inderdaad. Wat gaan ze dan doen? Als die jongens iets in de kop hebben, gaan ze een halve plaats zetten. Dus dan halen ze het ergens anders. En wat krijg je dan? De illegale markt, hè? Kijk, als het een beetje siervuurwerk is, heb ik geen moeite mee. Maar zo is dat zware knalvuurwerk wat er bij ons achter de flat afgestoken wordt. Ja? Nou, dat vind ik niks. Ik vind het egoïsme. Want mensen die gaan niet verbieden, die zijn zelf vergeten dat ze jong zijn geweest. Staan er dan rellen op de Geitenkamp als dat vuurwerkverbod er komt? Dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Het valt helemaal niet te handhaven, wordt er ook gezegd. Want ja, iedereen schiet tegelijkertijd om 12 uur pijlen de lucht in. Zoveel agenten zijn er niet. Nou, we hebben extra ingezet op handhaving. Al in de herstelagenda van corona is er extra geld voor handhaving gekomen. Ook nu bij de begroting komt er extra geld voor handhaving. Het gaat erom dat je wel vuurwerk mag verkopen en op zak mag hebben, maar je mag het niet afsteken. Nou, dat is gewoon niet te doen. Dat is niet te doen voor politie, niet te doen voor de handhavers. Dus het is gewoon een onuitvoerbaar voorstel. En ik denk dat je in een stad geen onuitvoerbare voorstellen moet willen hebben. Het debat kan nogal gaan knetteren woensdagavond, maar er lijkt toch een meerderheid voor het verbieden van het afsteken van consumentenvuurwerk. Als hun daar hun stempel op gedrukt hebben, zetten ze dat toch wel door. En alles wat wij willen, wat de regering wil, hebben wij niet zo heel veel zeggen in de laatste tijd, hebben we wel gezien. Ja? U voelt zich ongehoord? Misschien wel een klein beetje, ja. Ik denk dat de rest van Nederland daar wel een beetje mee eens is. Ja. Nou, ik heb u wel gehoord nu. Dus, dat bedoel ik. Ja, hartstikke super. Fijn. Ja, even dank.